Ja. Nou, begin maar. Goedemorgen. Of goedemiddag. Nee, het is andersom. Ja, ja. Nou, begin jij maar. Goedemorgen. Of goedemiddag. Hele goede avond, want het ligt er maar net aan wanneer je zit te kijken. Welkom bij weer de gloednieuwe Magic Shop TV, deel 147. Dat is Gert. En dat is Ron. Gert, leuk dat je er weer bent. Ja. Na de vakantie. Ja. Ben je vakantie gehad? Ja. Ja. Ik ben naar Frankrijk geweest. Oh, gek. Ja, ja. Dat is aardig weer. Dat is precies in de periode dat het hier zo verschrikkelijk regende. Ja. Nou, daar ook. Ja, ja joh. Weet je, vakantie is bij mij één ding. Dat je niet hoeft te werken. Dan heb je vakantie. Dus ja, waar je bent, wat voor weer het is, maakt wel niet uit. Ja. Nou, dat heb ik dit jaar geprobeerd. Want ik ben natuurlijk alleen, dus ik probeer altijd wel mijn werk een klein beetje los te laten. Maar goed, ik kan er niet omheen dat ik op mijn telefoon dan toch even elke ochtend mijn mail check en zo. Dus helemaal loslaten kan ik het niet. Maar nee, ik lekker geweest. Nou, moois. Goed, maar er zit niemand op te wachten. Nee. Wat hebben we vandaag in de Magic Shop TV? Nou, dat is een goede vraag, want dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ik ben ook niet. Maar volgens mij zie ik hier de ballen van Leon. Ja. Ik zie hier een welbekend doosje van mij, Cube 3. Maar het gaat uiteindelijk, geloof ik, om de Cube 52. Ja. Dan heb ik nog Brainfluence. Ja. En Animated, wat was dat? Drink. Animated Drink. Animated Drink. Ja, dat kun je het zien. Ja, ah, dat komt straks. En je zegt waarschijnlijk nog wat over de Mind and, de Mind and Magic. Zullen we daarmee beginnen? Ja, is helemaal goed. Schrijf alles aan de kant. Ja, kan die bende. Kom maar hier. Zo. Ja, de Mind and Magic goocheldoos. Nou, we hebben het in de laatste aflevering, kwam het net binnen. Ja. Kan je dat nog herinneren? Ja. Dus ik ben heel druk bezig geweest om dat allemaal te gaan checken en te gaan doen. Ja, en hij is er. Hij is klaar. Ik zal dit even weg, hè, want dan gaat iedereen kijken. Ja, een inkijkje in de Mind and Magic set. Nou, poppetje gezien. Dat was het. Nee, wat moet ik hierover vertellen? Het wordt heel goed ontvangen door de mensen die hem aangeschaft hebben. Ik krijg op de website krijg ik reviews binnen. Maar ik krijg ook heel veel reviews binnen via de mail. En dan plaats ik ze toch niet online, omdat ik dan zoiets heb van, ja, weet je, dat mail is naar mij. Maar echt hele leuke respons ervan. Er zijn een aantal mensen die ik ken, die wij allemaal kennen. Wat echt, BN'er, zeg maar. Die stuurde mij ook een berichtje dat hij zegt, echt super toffe doos. Dus solo, dat wil ik dan graag online plaatsen, maar dat ga ik niet doen. Dus echt hele leuke commentaar ook van goochelaars die hier in de winkel komen, die dan die doos zien, die dan toch kijken en zeggen, oh, zit dat erin? Oh, wauw, oh, zit dat erin? Oh, wauw. Je ziet aan hun ogen van dat ze enthousiast worden, ja, dat ze zelf niet gaan kopen omdat ze hem niet nodig hebben. Maar ja, er zit een heel mooi speciaal spelkaart in. Ik ga niet precies vertellen wat het is, want als iedereen weet dat het een gemerkt spel is, dan ja, nee, dat merken ze wel. Dat merken ze wel, inderdaad. het Clear Solid deck zit erin, wat natuurlijk veel goochelaars nog steeds doen. De whiteboard panel met toestemming van Leo heb ik erin gedaan. Er zit een card changer in. Er zitten een aantal routines in zonder spulletjes. Dus denk aan iets met een suikerklontje, iets met een elastiekje, geloof ik, met muntjes, met een telefoon. We hebben een hele toffe truc met een telefoon. We hebben een onwijs, vind ik, hele gave mentale force die altijd uitkomt. Die, ik vind hem serieus heel sterk. Nou, er zitten een aantal dingetjes in wat gewoon echt helemaal te gek is. Dus als je begint met goochelen of als jij iemand kent die net begint met goochelen, maar geen zin hebt in die plastic standaard goocheldoos spulletjes, want dat heb ik er niet in zitten, dan zou je hem de Mind in. Zo. Magic set kunnen aanraden. Oké. Kost €79. Is niet heel goedkoop voor een goocheldoos. Nee. Maar als je het allemaal los zou kopen, dan ben je denk ik zeker €130, €140 kwijt. Dus dat is dan wel weer het voordeel. En je bent hier heel erg mee zoet. Ja. Dus als je alles loskoopt, wat hier vandaag ligt, dan ben je ook een beetje zoet. Maar niet zo zoet als deze. Nee. Ja? Mind & Magic goocheldoos. Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het kijken. Oh nee, we hebben nog meer.
Ja, zeg het maar. Nee, ja, ik ga alles doen. Ja, het is allemaal voor jou. Het is allemaal voor mij. Ik heb heel druk gehad, dus ik heb geen tijd gehad om het op te sturen. Had ik wel tijd voor gehad. Maar een hoop dingen. Ik heb niet eens tijd gehad om te kijken, hey, is het wat? Dus toen dacht ik... Andersmoesjes. Ja, dat weet ik. Nou, dan mag jij het vertellen. Dan ga ik beginnen met Brainfluence. Brainfluence. Ik heb hier, Gert. Bij Jota. Bij Jota, ja. We zijn op vakantie geweest. Even kijken of ik het goed hoor. We zijn natuurlijk op vakantie geweest. En jij bent op vakantie geweest, ik ben op vakantie geweest. En jij bent ook op vakantie geweest, hè? Jazeker. Ben je toevallig naar Rio de Janeiro geweest? Nee. Ben je toevallig naar New York geweest? Nee, dit ken je niet. Londen? Ook niet. Ook niet. Venetië? Nee, ook niet. Parijs? Ook niet. Nee, ook niet. Nou, en dan heb ik nog een keer New York, Rio, Londen, Venetië en Parijs. Dus ik heb eigenlijk twee... Het zijn een soort ansichtkaartjes. Ik zie het. Een soort mini-postkaart. Je ziet ze wel eens in die rekken hangen. Weet je wel, dan kan je ze opsturen. Nou, het is natuurlijk niet meer helemaal van deze tijd. Tegenwoordig stuur je gewoon een mailtje of een WhatsApp. Hey, ik sta eruit. Maar, hier staat het. Goed. Wil jij voor mij deze kaartjes een beetje door de war heen... Door de war heen schudden? Schudden, ja. Schudden. En als je dat gedaan hebt, dan mag je voor mij één kaartje, je mag kijken hoor, waarvan je denkt, nou, dat lijkt me wel leuk. Daar zou ik wel eens een keer naartoe willen. Of daar ben ik wel eens geweest. Of, Ja, leg maar eentje neer, inderdaad. Hey, het idee namelijk is dat ik ga kijken, denk even aan die stad. Het zijn steden namelijk, hè. Denk even aan die stad. In de stad, het kaartje wat hier ligt, daar zit iets. Daar heb je altijd, in elke stad heb je wel een iconisch landschap of een iconisch gebouw. Heb je iets? Ja. Oh, er komt iets binnen. Ik weet het natuurlijk niet zeker, hè? Nee. Maar welke stad heb jij? New York. Oh, je mag hem omdraaien. Oh. New York. Juist. Nou, dat heb ik ook. Zo. Ja, dat is... Dat. Maar ik weet hoe dat werkt bij die goochelaars. Ik ken al die goochelaars. Sommigen die denken, ja, nee, dat is wel leuk en aardig. Ik weet een beetje hoe jij denkt nu. Dus, ik ga iets proberen. Je mag straks nog een stad pakken. Maar dan... Ik leg hem even face down. Dan leg ik er nog eentje neer. Dan mag jij er ook eentje neerleggen. Oké. Okay. Zeker weten? Zeker weten. Oké. Dan wordt het interessant. Dan leg ik er nog eentje in. Deze? Zeker weten? Zeker weten. Ah, tof. Dan heb jij er nog twee over, hè? Ja. Ja, nee, ik ook. Je mag er nog eentje neerleggen. Ja, die dan maar. En dan mag je er nog eentje neerleggen. De laatste. Hoppatee. En nu komt het leuke. Want ik heb ze elke keer eerst neergelegd. Ja. En daarna heb jij ze neergelegd. Ja. En de laatste die we neer hebben gelegd, dat is, geloof het of niet, ik zal even een stapeltje mooi maken. Oeh, Venetië. Ja. En daarna hebben we Londen. Ja. En daarvoor, hebben we Parijs. En daarvoor hebben we Rio. Oh ja, en New York Harlem. Mooi, hè? Zeker. Het is natuurlijk een bekend principe. Ja. Alleen hij heeft ietsjes aangepast, waardoor je heel clean bent. Ja. Vind ik. Wat, je bent niet... Ik kan rustig verbaasd doen, want ik weet ook absoluut niet hoe het werkt. Uh-huh. Wat normaal gesproken wel zou zijn, maar ik weet het ook echt niet. Ik heb geen idee. Nee. Ziet er goed uit? Ja, het enige is... Alle versies die ik heb, dus bijvoorbeeld, wij noemen hem More Than Perfect, en andere, dan eindig je clean. En hier ben ik niet helemaal clean. Maar dat zeg ik nu even omdat jij hier zit, hè. Dus het is niet zo dat we nu de kaartjes helemaal uit handen kunnen geven. Ah, dus, maar dat is denk ik niet zo belangrijk. Nou, ja, dat, die neiging krijg ik niet. Nee, dat idee heb ik ook eigenlijk. Ik wil eigenlijk nog even één dingetje proberen. Maar ik denk dat ik het... Wacht even hoor. Shit. Heb ik het fout gedaan? Ja, oké. Okay. Ik zit even te improviseren nu. Ja, dat dacht ik al. Dat gaat je heel slecht af. Ja, dat snap ik. Ik wil eventjes iets proberen. Ik heb één foutje gemaakt, zie ik. En dat is jammer, maar dit is mijn improvisatie variant.
Je mag voor mij eentje pakken, maakt niet uit. Ja, ja, heel goed. En normaal gesproken zou ik dit doen met de stad die jij in eerste instantie hebt gekozen. Misschien heb je New York, dat weet ik niet. Hoef ik ook niet eens te zien. Ik leg dit even weg. Want ik heb namelijk nog een voorspelling gemaakt. Huh. Deze stad, wil je hem even laten zien aan de mensen? Dit is mijn geïmproviseerde versie, want ik zie dat ik een klein foutje heb gemaakt. Ja. Maar dat maakt even niet zoveel uit, want ja, dat is leuk voor de improviseren. Deze stad, is daar iets in die stad, het kenmerk had ik het net over, een landschap of een ding. Wat zou jij, als jij iets zou mogen noemen in deze stad, wat zou jij dan noemen? Ja, dan weet je meteen welke stad. Ja, dat maakt niet uit. Oh. Ik heb namelijk voorspelling gemaakt. Ah, oké. De Eiffeltoren zou ik. Oh, is Parijs dus. Parijs, ja. Weet je het zeker? Want de Eiffeltoren is natuurlijk wel heel erg voor de hand liggend. Nou ja, ik kan ook Louvre zeggen of zo. Ik vraag het aan jou. Nee, maar mijn eerste reactie is de Eiffeltoren. Oké, nou ben ik wel heel benieuwd. Als je nou thuis zit te kijken en je wil mij natuurlijk flessen, dan kan je volgende week komen. Dan doe je Parijs en doe je het Louvre. Ja. Maar ik ben blij, want wij hebben niks afgesproken. Nee, absoluut niet. Parijs. Ja. Ik heb hier namelijk een envelopje liggen. En in het envelopje heb ik de kaartjes uitgehaald net. Maar er zit ook een hele kleine voorspelling in. Een hele kleine voorspelling. En die voorspelling is inderdaad de Eiffel. Even voor de zekerheid. Zit niets mee. Niks meer. Geinig, hè? Ja. Dus dat is een bonus. Dat is een bonus. Dus je krijgt zeg maar... Maar dat had je al in het begin moeten doen of zo? Ik had eigenlijk het mooiste dat ik een iconisch gebouw uit New York... maar ik heb een klein foutje gemaakt. Nou ja, goed, hè, foutjes gebeuren. Zoals jij dat zegt, er lopen genoeg mensen rond. Vanwege zo'n foutje. Dit is Brainfluence. Ja. Van Jota. Dus leuk. Het is eigenlijk een driefase routine. Fase 1 is dat jij, dat zij een stad neerleggen en dat jij weet welke stad ze hebben. Ja. Nou, dat kun je helemaal uitbouwen. Fase 2 is dat jij dan al die kaartjes neerlegt en daarna zij en dat dat dan matcht. En fase 3 is dat zij dan een stad kunnen kiezen. Het liefst de stad die zij als eerste. Dan is het helemaal 100% vrije keuze. Maar dan moet jij als goochelaar het goed doen. Ja. En dan kun jij een voorspelling maken uit die stad. En had jij inderdaad voor het Louvre gekozen? Dan had ik een probleem gehad, want er zat een Eiffeltorenkaartje in. Ja. Of niet. Nou, goed. Meer zeg ik er niet over. Ja. Nee, leuk. Want die kost weet ik niet, maar het staat hieronder, denk ik. Hoe heet het wel? Heb je een reset nodig of zo? Of, ja, maar dat is vrij makkelijk om te doen. Die kun je letterlijk van tafel naar tafel kun jij hem resetten. Ja, oké. Ja, nee, dat is... Voor degene die dat interessant vinden. Ja. Je moet twee dingen resetten. De envelop waar je, moet je even resetten. Maar dat is eigenlijk opbergen. Opbergen is je reset. Ja, precies. En met de kaartjes, omdat het gegimmickt is, moet je één klein dingetje doen. Maar dat is... Okay. Duidelijk. Zo. Heel veel kort hebben over de ballen. Over de ballen van Leo? Leo, ja. En heb je de ballen wel eens, heb je Leo's ballen wel eens vast gehad? Nee. Wil je Leo zijn ballen even vasthouden? Het leuke is namelijk... Ik heb er wel over gehoord, dus ik ben wel heel nieuwsgierig. Ja, het leuke van de... Ja, dit is natuurlijk... Dit kunnen wij niet... Dit kunnen wij niet... Dit is mooi. Nou, Gert heeft ze voor het eerst vast. Hebben ze nog nooit gezien. Nee. Het mooie van deze smetsersballen... Of eigenlijk zijn ze van John Anders. Of John Anders, die heeft ze natuurlijk bedacht. Maar het mooie is dat ze ja, ze plakken zeg maar aan je hand. Ja. Dit is het idee. Dus jij kunt, als jij een fake transfer doet, dan kun jij zeer clean kun je dat doen. Dat, dat is het hele achterliggende. Dus ze laden makkelijk. Ze vallen ook. Ze stuiteren. Ze stuiteren, maar ze rollen niet onwijs door. Dus als jij je mat optilt, dan is het niet dat ze meteen aan het eind van de tafel liggen, zeg maar. Mooi, dus ja, ik denk, als ik heel eerlijk ben, het is een beetje hetzelfde als de piece die hij heeft, dus de edges voor de free sale game, die heeft hij vergroot. En als je ze nat maakt, heb ik gemerkt, dan is het helemaal... Ja, want dat vroeg me dus af, door huidvetten en zo, wordt hij dan... Nee, je kan ze gewoon afspoelen onder water. Ja.
Het is... Ik vind de kleur niet zo. Nee, ben ik mee eens. Leo zegt tegen mij, ze lijken net op druiven. Denk ik, ja, daar heb je een punt. Dus je zou kunnen zeggen met druiven. Ik weet uit betrouwbare bron, een heel betrouwbare bron. Dat die andere kleuren gaan maken. Een groene bril op. Zo betrouwbaar is deze bron. Dat hij met andere kleuren bezig is. Maar okay. Het punt zit hem in het feit, vertelde hij, dat de kleuren... Er zit een bepaalde chemische samenstelling in. En kleuren breken... Dus als je een andere kleur doet, breekt hij een voordeel van de dingen. Ja, precies. Nou, dus ja, daar moet je even mee zoeken wat dan het beste oplossing is. Ja, dus dat is de reden dat ze deze kleur hebben. Ja, dus dat is eigenlijk de reden dat ze wat donkerdere kleur hebben. Ja. Dat is eigenlijk het idee. Hij wilde wat fellere kleuren. Ja, rood is natuurlijk wel de cups en balls. Rood, wit. Heb je meestal rood of wit. Dus ik gok wel dat hij, wit denk ik niet dat hij ermee komt. Maar rode kleuren zal die nooit, wit zal denk ik niet komen, maar... Ik weet dat hij met rood bezig is. Oké. Okay. Leo zijn ballen. Helemaal goed. Laten we naar die Annemeter drinkers gaan. Dat is echt zo'n typische Ron en Gert truc. Behalve dat ik geen flauw idee heb wat je gaat doen. Nee, dat niks toe was. Hij staat op dit moment nog niet eens op onze website. Hey, ik heb hier... Ik heb hier weet je wat dit is? Dat is een glas. Een glas, ja. En een ding cheers. Ja. Maar wat het is echt een typische Gert-glas. Nou ja, eigenlijk niet. Wat is het probleem in dit glas? Nou, hij is leeg. Gelukkig kan ik een beetje toveren. Oei. Kijk, als ik namelijk het glas achter mijn rug haal, dan zeggen we simsalabim, beetje kop in de vim. Maar dat zeggen we niet, want dat zou iemand anders zeggen. Kijk! Oh, ja, een glas bier. Ja. Ja, maar je hebt hem gewoon omgedraaid, toch? Nee, dat kan deze druk niet. Nee. Maar ik heb hier een rietje. Oh. Zou je het rietje vast willen houden? Ja. En als jij nou eens een keer zo door een rietje... Ja, dat wil ik niet weten dat het gewoon gebeurt. Kijk. Nog een keer van hier bij mij. Oh. Ja, is hij wel leeg? Verschrikkelijk. Ja, toch? Maar ik denk serieus dat er... Ja, dat is leuk. Ik denk dat het best wel leuk is, ja. Ja. Hij gaat weer vol! Nee joh, wel nee, wat gaat er vol? Het is... God, maak ik het een stuk. Dus, nou ja, goed, het is natuurlijk... ik denk, dit is een kindertruc. Je moet hem ook niet aan de achterkant laten zien, want dan weet je hoe het werkt. En dan zie je ook meteen dat het helemaal... Ik had hem eigenlijk in jou kunnen geven. Ja. Nee hoor, het is gewoon een heel geinig dingetje, denk ik. Ja. Kost ook niet zo heel veel. Het serieus wel, vind ik wel heel mooi gemaakt. Ja, het ziet er het wel op zich wel stevig uit. Ja. Het is zeg maar het principe van dat kaartje wat je eruit haalt. Zwart-wit en dan eruit. En dan, ja, je moet even oefenen hoor. Maar het is leuk, je kunt hem leeg laten zien, je stopt hem in een zak, hij komt er gevuld uit. Je had er een kind bij, wat aan het rietje exact, zaken. Je heel verhaal, desnoods kunnen daar glas produceren als je dit zou combineren met het appearing glas. Die hebben we op dit moment nog niet liggen, maar die zou je echt glas kunnen produceren. Dus ik denk dat er echt wel potentie in zit in zoiets. Een kindergoochelaar kan hier echt een leuke act van maken. Exact, en hij is niet duur. Nee. 295. Maar dan moet je wel even een eigen rietje. En je krijgt een plastic rietje. Plastic rietje. Daarom is hij zo duur, hè? Ja, die mogen niet meer. Hè? Daarom is hij zo duur. Als je met kartonnen rietje zou, die denk ik een euro of weet ik niet. Nee, ik weet niet uit mijn hoofd wat die kost, maar hij is niet duur. Mooi gemaakt, ziet er goed uit, werkt gewoon hartstikke leuk. En je kan op magische wijze kun je een glas laten vullen. Maar het leuke is natuurlijk... Ja. Als zij hem leeg drinken. Dus. Heel goed. Dan gaan we naar... Naar de laatste. Ja, het effect waar iedereen op zit te wachten. Cube 3? Ja, eigenlijk Cube 52. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben zeer benieuwd, want ik... Nou, ik ook. Ik ben er serieus. Dit ken jij. Ja? Dit is zo'n kubus die zo'n kubus. Ja. Ik ben geen kubus man. Als jij mij vraagt, joh, doe eens een trucje met een kubus, dan heb ik een probleem. Dan ben ik serieus. Dus geen dingetje. Het enige wat ik weet is als je zo'n kubus door de war draait, ja, hoe meer je draait, hoe meer dat ding door de war zit. Nou, hoe zeg je? Dat klopt aardig.
Nee, je kunt zo'n ding helemaal door de war draaien en dan weet je op een gegeven moment niet meer precies hoe je hem op moet lossen. Nou schijnt er een truc te zijn dat als je dan een beetje schudt, ja, dat je zo'n kubus eigenlijk op magische wijze kunt oplossen. Het is gelukt, dames en heren. Dit is cube 3, alleen iets soepeler. Ja. Eerlijk is eerlijk, ik ben er pas 2 of 3 dagen mee bezig. En dat is cube 3. Ja. Dit is ook de kubus van cube 3. Dus ik zal hem weer terugstoppen in het doosje. Je voelde me al dat hij heel licht was. Ja. Ik zal hem verder niet... Oké, cube 3 is... En dan moet je gaan oefenen. Ik moet die dus veel meer op oefenen. Kun je het achter je rug doen. Je kunt hem in de lucht gooien. Ik had hem van de week een keer... van de week, dat was gisteren, heb ik hem voor het eerst eigenlijk aan iemand anders laten zien. Toen deed ik hem in zijn papieren zak. En naar het laatste gedeelte in de papieren zak. Ja. En die mensen, het was een Duitse klant. Het was vakantie. Die man... Oh! Dus toen dacht ik, yes! De eerste keer in mijn leven dat ik cube 3 vertoon. Ja. Het is de tweede keer. Dus ik moet er wel wat schaven. Maar het leuke is, cube 3, ik heb de uitleg heb ik eigenlijk nooit bekeken. Ik wist natuurlijk wat cube 3 was. Ik heb het in het ver verleden heb ik het wel eens gekeken. Maar toen kwam cube 52. Nou, iedereen die iets met cube magic weet, die kan zich voorstellen dat het best wel lastig is om hier een kubus in te proppen. Ja. Die kubus zit er namelijk niet bij. Want wat je namelijk krijgt, is geen kubus, maar een spelkaart. Kijk eens, zeg. Leuk, hè? Die had ik nog niet. Nee. Nou heb ik hier nog zo'n kubus liggen. Deze is iets soepeler, deze is heel oud. Dus vandaar dat ik mijn cube 3 niet bij deze doe. Want bij mij doe ik dit en dat ding valt uit. Ik ben er nog helemaal niet handig in. Ik weet dat jij ook geen kubus op kan lossen. Nou, toevallig... Nee, de laatste week zit ik elke dag minstens 1 of 2 keer de kubus in. Wat leuk. Nou, ik maar, wil dat je... Maar jij bent er niet zo goed in. Nee. Dat als ik nu vraag, wissel hem door de war, dat jij hem op een bepaalde volgorde kan schudden. Mee eens? Nee, dat kan ik niet. Nee. Wil jij voor mij in ieder geval de kubus even gaan schudden? Dan ga ik nog wat doorvertellen over cube 3. Over cube 52. Wat je namelijk krijgt bij cube 52, ik loop nu een beetje vooruit op de zaken, is je krijgt een spelkaart. Dat heb ik hier uiteraard. En je krijgt, is het goed zo? Ja. Top. En je krijgt, dus je krijgt een spelkaarten en geen kubus. Maar je krijgt wel een aantal instructies om cube 3 te leren. Hij zegt wel, heel eerlijk erbij, van joh luister, cube 3 is een Magic, Murphy's Magic product. Dus hij zegt, ik ga hier niet cube 3 uitleggen. Nee. Oké? Okay? Voor mij, als je iets wil gaan doen met kubussen... Maar je bent net als ik niet zo'n wijze held erin. Dan is eigenlijk de combinatie het allerbeste wat je kan aanschaffen. Maar daar kom ik straks op terug. Ik heb hier namelijk ook een spelkaart. En dit is eigenlijk best wel een beetje een apart spelkaart. Want je hebt allemaal verschillende designs. Zie je dat? Dus zeg maar, dit is zeg maar een design met allemaal kubuskaarten. Ja. Zie je dat? Ja. En het leuke van dit design is eigenlijk dat jij... ja, er zijn allemaal kubus op. Nou, als jij cube 3 doet, dat is eventjes wel geinig om te weten, zeg maar. Als jij cube 3 doet, dan zitten de middelste lijnen, ik weet niet of je het kan zien, de middelste kubuslijnen, zijn de 6 vlakken. Ken je cube 3 of niet? Nou ja, ik had hem moeten kennen, okay. Want ik heb al alles gelezen. Ja. Je doet iets met cube 3, dan kom je in een bepaalde setting. Ja. En die setting staat hier op de kaart, want het is gemirrored, maar de middelste lijn... Is precies die. Dus daar kan je iets. Dat is al één truc dat je kan doen. Oké. Ik kom straks wel op in. Maar het leuke is, het is geen gewoon spelkaart. Je kunt hier ook niet mee gaan klaverjassen. Nee. Het is namelijk een spelkaarten met allemaal verschillende kleuren. Dus blauw en geel en groen en oranje. Weet je wel, dat zijn allemaal verschillende kleurtjes, zeg maar. Zie je dat? Ja, het zijn de kleuren Het zijn de kleuren, zeg maar, van de kubus. Ja. Dus je hebt rood en geel en nou ja, goed. Dus je kan hier verder niks mee kaarten, maar Craig Petty heeft er wel een aantal onwijze leuke routines mee bedacht. Wat je met cube 3, of wat je met de kubus en zo'n, en die kaarten kan gaan doen. Ik wil je iets laten zien, want er zit 9 uur materiaal op. Zo doe ik graag. Ja, je bent echt wel even, je koopt het en je hebt het serieus, nou je hebt weer vakantie nodig. Maar wat je. Ik wil iets proberen. Wil je voor mij ergens stop zeggen? Boom, wat zo veel. Top. Ik ga namelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaartjes even neerleggen. Want die 9 kaartjes, we zitten op elke vlak hebben we 9 kleuren. Ja? Ik zal de kaart even aan de kant leggen. Hey, we gaan de kaarten nog een klein beetje door de war heen schudden. Want jij mag zeggen tegen mij delen of wisselen. Dat komt straks, dat komt duidelijk. Okay.
Nou, delen. Delen of wisselen? Wisselen. Delen of wisselen? Delen of wisselen? Wisselen. Delen of wisselen? Wisselen. En hou nou eentje over delen. Delen. Jij hebt dus 3 keer gewisseld. Ja. Volgens mij. Ja. Oké, okay, de telefoon, dus als je nu zit te bellen, het is live, dat kan. Straks na de uitzending neem ik de. Nee. Hey, jij hebt zelf gedeeld, jij hebt zelf gewisseld. Ja. We hebben, het spel is geschud. Ja. We hebben allemaal verschillende random kaarten. Ik heb geen idee welke volgorde liggen. Maar als dit gaat werken, dan is dit echt een leuke truc. Want de kubus, jij hebt geschud. Ja. En ik zei nog, kan jij hem op een bepaalde volgorde schudden? Nou, nee. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die dat echt kunnen. Daar hoor ik niet bij. En daar hoor jij niet bij. Ik kan deze kant zien, ik kan deze kant zien. We kunnen allemaal de bovenkant zien. De mensen thuis kunnen deze kant zien. Ik denk dat jij deze kant kan zien. Maar er is 1 kant die niemand kan zien. Mm-hmm. En dat is namelijk de... Onderkant. Wil je de kubus heel veel omdraaien? Ah, dat is mooi. Allemaal verschillende kleuren vakjes. Ja. Nou, als ik nu een kaartje pak en hij staat erop, zou je dat een goede truc vinden? Nou, eigenlijk wel, want het is... De mogelijkheden zijn ongelooflijk veel. Juist, maar de enige die hier niet op staat, zie ik, is bijvoorbeeld rood en groen. Ja. Zie je, aan de bovenkant zie ik geen rood en geen groen. Dus als ik nu een kaartje pak en hij is rood of groen, nou oranje. Nou, die kans zat er zelfs 3 keer in. Ja. Maar eerst, dus dat is op zich niet zo. Maar als ik dan nog een kaartje pak en die staat er ook op, dit is geel, nou dan is het wel, is het wel geinig. Als ik nou nog een kaartje pak en die staat er ook op, nou dan wordt de kans wel steeds kleiner. Wat trouwens ook leuk is. We hebben een beetje geschud. Je hebt gedeeld, geschud, gewisseld. En toch liggen ze in die volgorde. Dus geel, of oranje, geel, rood. Oranje, geel, oranje. Oranje, geel, oranje. Dan zou de volgende dus eigenlijk theoretisch blauw moeten zijn. En de volgende zou dan ook blauw moeten zijn. En als de volgende nou oranje is. En dan de volgende blauw, wit, blauw. Dan is dit toch wel een leuke truc, of niet? Want jij hebt geschud. We hebben die geschud. We hebben zelf gedeeld. We hebben willekeurig een aantal kaarten uitgehaald. En ik kan natuurlijk nooit van tevoren weten dat jij dit patroon schudt. Ja, dan ben ik toch even stil. Ja, ik hoor het! Nee, dat vind ik wel heel erg gaaf dit. Hetgene wat ik daarvoor deed, dus oplossen van de kubus, is bonus. Als jij geen kubus kan oplossen, als jij überhaupt helemaal niks met een kubus kan, is dit gewoon een truc die jij aan de mensen kan vertonen. Want die kubus is bijzaak. Ja, maar goed, stel ik hem nou nog een keer. Dan doe ik de kaart bij en dan doe ik hem nog een keer. Ja, ga ik niet doen, want ik denk dat... Dat duurt zelfs lang. Het duurt lang. Maar laat ik het anders zeggen. Dan kan ik hem nu niet oplossen, zeg maar. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Nee, hoeft niet. Gewoon weer... Hij is nu gereset voor de truc die ik net deed. Oké. Dus je kunt de toeschouwer kun je het spel ook laten schudden. Als je wil. Alleen, ik ben hier nog niet zo onwijs held in, want ik heb hem nog niet zo heel lang geoefend. Ik heb er serieus door de tijd doen, dus ik heb een methode nu die ietsjes anders is dan het origineel, maar die voor mij werkt. Ja, precies. Dus want jij hebt niet geen 9 uur naar de... Ik heb sowieso geen 9 uur naar de instructie gekeken. De mensen die mij kennen weten dat dit de eerste truc is die op de uitleg staat. Maar ik vond dit al de truc, ik zag deze in de trailer, toen dacht ik, oh, wow. Ja. Dus dit vind ik al de beste truc. Ja. Als jij cube 3 hebt, kun je vanaf hier kun jij de kubus oplossen. Heel snel. En daarna kun je zeggen, joh, hij is nu opgelost. Maar dit is... Cube 3 leer je namelijk hoe je de kubus heel snel oplost. Ja. Als jij zegt, dat wil ik niet. Ik wil dat helemaal niet leren. Heb ik allemaal geen zin in. Nou, dan toch niet. Dan doe je gewoon alleen deze truc. Maar er zit zoveel meer power in dit spel. En je zal wel merken wat dat is als je hem koopt. Ja. Want als jij in een bepaalde, als jij de kaarten in een bepaalde stack legt, dan kun jij ook nog weten wat, zeg maar, dan kun jij dit doen en zeggen, iemand zegt stop, bekijk deze kaart en dan weet ik welke kleur jij hebt. Dus er zitten heel veel venijnige dingetjes in. Nogmaals, de middelste lijn, de middelste banner is de Cube zoals die ligt, dus daar kun je... Hij zegt ook, ik denk dat niemand daar gaat doen, maar als er 1 of 2 mensen in de hele wereld die gaan gebruiken, dan ben ik blij, want hij had gewoon een lijn over. Ja. De kaarten zijn ontworpen door Phil Smith, als ik me niet vergis. Dacht ik wel, dus een bekende ontwerper, weet ik in ieder geval, maar ik dacht dat hij dat was, in Engeland.
En het zijn 54 kaarten. Want 54, of 9 vlakken. 6 keer 9. Dus dat hij zegt dat niemand er ooit eerder op is gekomen. Maar je leert heel veel. Eigenlijk ook een kaartproject. Dus als iemand mag er bijvoorbeeld een kleur noemen. En dan schud jij de helft van het spel face up. De andere helft van het spel face down. Blablabla. En als je dan klaar bent, dan liggen alle rode kaarten. Dan liggen allemaal face up. Ja. Dus het, enzovoort. Je leert eigenlijk gewoon heel veel, heel veel. Dus je leert kaarttrucjes. Dus dan hoef je, je hoeft niet eens een kubus bij je te hebben. Als je zegt, ik heb geen eens een kubus, dan kan je ook dit doen. Ja, dus dan leer je kaarttrucjes. Je kan de combinatie kan je vinden. Hij heeft een hele mooie force. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik heb een heel klein stukje gezien waarbij hij iemand een kleur laat noemen. Hij heeft die kubus, hij schudt die kubus door de war, laat iemand de kleur noemen. Dan schudt hij de kaarten face up, face down, face up, face down. Dan liggen al dus rood, liggen alle rode kaartjes face up. En dan als bonus is het een rode vlak opgelost. Dus dat soort dingen zit erin. Dus als jij een klein beetje met kubus wat kan, dan haal je heel veel eruit. Oh, sorry. Ja, perfect. Als jij al veel met kubus kan, dan ga je heel veel eruit leren. Als je nog nooit in je leven iets met een kubus hebt gedaan, dan ga je in ieder geval cube 3 ook leren. Alleen als je cube 3 goed wil leren, zou je hem eigenlijk erbij moeten nemen. Ja, een goede kaart ook. Ja, het is ontworpen, wat ik al zei, door Phil Smith. En hij is ook, het zijn gewoon bicycle kaarten, zijn gemerkt door de bicycle fabriek. Het doosje heeft ook nog een klein bonus, want dit hier op het doosje staat mijn setup als ik het vergeet. Oh ja, oké. Qua kleuren dan. Als je hem in die stack volgorde wil gaan gebruiken. Voor deze truc hoef je geen stack, dus kan je het gewoon lekker schudden. Ja, het is, ik denk, wauw. Ja. Echt wauw, heel veel mogelijkheden. Heel veel mogelijkheden. Let op, als je Cube 3 dus koopt, er zit dus absoluut geen kubus bij. Dit is wat je krijgt. Je krijgt het spel kaarten. Je krijgt één kleine bonus, die ligt daar. En je krijgt dus 9 uur aan instructie. Wat je niet krijgt is een kubus. Als je dat niet hebt, doe jezelf een lol en koop Cube 3 erbij. Dit is de meest gouden combinatie. Ja. Nou, als je er nog meer vragen over hebt, stel ze gerust, bel me even op. Kom langs in de winkel. Op dit moment heb ik geen Cube 3. Ik hoop ze vandaag of morgen of anders maandag of dinsdag weer te krijgen. Cube 3? Cube 52. Cube 3's heb ik genoeg. Maar je kan hem al wel gewoon reserveren. Dus ik heb hem op de site wel openstaan. Oké. Okay. Dus, nou. Lang genoeg, denk ik. Nou, ik denk het. Ik moest helemaal ontbreking maken. Batterij is leeg. Bedankt voor het kijken. Ja. Tot over een week of 4, denk ik. Ja hoor. En dan hebben we weer wat nieuwe dingen. Hoop ik. Oké. Tot ziens. Toedeloe. Doei doei. Dropje.